Volstaat het aanvullend pensioen in de vorm zoals het nu bestaat? Ik denk dat daar een serieus probleem is dat mensen eigenlijk een soort valse veiligheid creëren. Ze sparen bijvoorbeeld een derde pensioen in de derde pensioenpijler via hun 870 euro die ze fiscaal mogen aftrekken. Misschien hopelijk zijn er ook mensen die in de tweede pijler reeds sparen via hun werkgever, hun groepsverzekering en dergelijke. Wat we echter moeten opmerken is dat die bedragen die daar vandaag in circuleren totaal niet zullen volstaan om effectief de terugval in koopkracht op de pensioendatum te corrigeren. En uiteraard is er een belangrijk component voor uw pensioen, het wettelijk pensioen. Dat is een repartitiestelsel. Maar zoals een belegger niet al zijn geld belegt in één product, zo kun je best ook twee pijlers hebben. We hebben dus ook een kapitalisatiepijler, maar dan moet die wel voldoende uitgebouwd zijn. Nu, uiteraard moeten we dan ook, als we dat als een prioriteit bestemmen voor het beleid, moet daar ook voldoende veiligheid in gebouwd zijn en voldoende regulering dat dat effectief de veiligheid biedt die mensen daarvan verwachten. En dan moeten we spreken over een aantal zaken, zoals is er voldoende risicobeheer in die aanvullende pensioen? Daar is gezien de huidige financiële markten nogal vrees voor. Wel, dat is een element van bezorgdheid, maar dat kan opgevangen worden. We kunnen spreken over voldoende diversificatie van de beleggingen voor het pensioen, dat die voldoende conservatief moeten zijn. En bijvoorbeeld, er is een hele grote tendens om af te stappen van defined benefit, waar je een pensioen krijgt als percentage van je laatst verdiende inkomen. Werkgevers pleiten eigenlijk vooral voor defined contribution. Dat betekent, je spaart een bedrag als werkgever voor je werknemer, maar je garandeert niet een bepaald percentage van het laatst verdiende inkomen. Dat risico verschuif je eigenlijk naar de werknemer. Wel, dat moeten we wel beseffen als dat gebeurt, dat betekent dat je ook conservatiever met die gelden moet gaan omspringen. Want je kan niet meer risico's spreiden over verschillende generaties, zoals het wel kan in een defined benefit systeem. Natuurlijk is het nooit uit te sluiten dat de beurs een grote klap kent en dat je dus, als je dan de pech hebt, net op pensioenleeftijd te staan, dat je daar een kater op loopt. Wel, dan moeten we daar ook flexibiliteit in bouwen. Dat je bijvoorbeeld kan opteren om het uit te stellen van het opvragen van het kapitaal. Dat je effectief verkiest om dat nog wel langer mee te wachten. Een heel belangrijk principe is, als we dat effectief als een onderdeel van het overheidsbeleid beschouwen en bijvoorbeeld via fiscale begunstiging promoten, dan moeten we er ook voor zorgen dat daar effectief veilig wordt mee omgesprongen. En dat betekent ook dat we moeten gaan voor een uitkering in rente. Dus een maandelijkse uitkering in plaats van in één brok heel dat kapitaal op een bepaalde leeftijd bij de werknemer te leggen. Want anders dan heb je het risico dat er daar onzorgvuldig wordt mee omgesprongen. En dus het principe van de annuïteit is een heel gezond principe. Opnieuw, we moeten daar heel flexibel mee omspringen. Dat betekent niet, we weten dat mensen een heel grote drang hebben om toch zelf te beschikken over een deel van dat geld. Wel, het kapitaal kan in verschillende schijven worden opgedeeld. Een deel kan men cash direct beschikken, een ander deel wordt opgespaard in annuïteiten. Bijvoorbeeld, het systeem van een annuïteit op hoge leeftijd is enorm interessant. Het is toch, wat is het risico van pensioen? Het risico is dat je lang leeft. Dat is natuurlijk plezant, maar het probleem is, je moet wel de centen hebben om het te kunnen permitteren. En er is een risico dat je dus effectief heel oud wordt. Dat je boven de leeftijd van 85 gaat. Wel, eigenlijk is dat een fantastisch verzekeringsproduct, dat je een annuïteit kan krijgen die pas ingaat vanaf je 85ste. Dat betekent dat dat heel goedkoop is, want tussen je 65 en je 85 moet er geen uitkering gebeuren. Maar je verzekert je wel je koopkracht, mocht je het geluk hebben, zullen we maar zeggen, om tot die hoge leeftijd te komen. En dus we moeten daar veel creatiever mee omspringen. En dan zal dat ook vanzelf veel interessanter worden voor mensen.